Welkom. Dit hoofdstuk, even de samenvatting over wat er precies aan de hand is, waar we het over gaan hebben. We gaan over biologie en een van de kleinst mogelijke substanties. We gaan kijken over moleculen. Ja, dus als we een organisatieniveau binnen biologie gaan rangschikken van organen naar weefsels naar cellen. Gaan we onder die cellen, gaan naar moleculen kijken. En wat gebeurt er met die moleculen? Je weet er een aantal dingen weet je al van eerdere lessen, van onderbouw misschien. Kleinere moleculen, bijvoorbeeld CO2 en H2O, als we die gaan ombouwen naar grotere moleculen, C6H12O6, dan dat gebeurt met behulp van fotosynthese. We noemen dat assimilatie. Van kleine moleculen grote moleculen maken is assimilatie. Assimileren, misschien ken je dat werkwoord, in het Engels misschien. Dus een voorbeeld is dus fotosynthese. Het hoeft niet zo te zijn, maar dat gaat niet voor niks. Kleine moleculen aan elkaar knopen tot grotere, het kost energie. En je ziet hier dat energie gaat erin. In het geval van mijn voorbeeld fotosynthese is dit dan lichte energie. Die lichte energie gaat hier in en dat wordt bindingsenergie, hè, wat in glucose zit. Die grote moleculen, die worden bijvoorbeeld verbrand. C6H12 wordt dan in CO2 en H2O. Daar komt de energie uit. Dissimilatie is dat. Van grotere moleculen, kleinere moleculen maken. Waar die bindingsenergie weer uitkomt. En die bindingsenergie, die komt er hier dus weer uit. In mijn voorbeeld is dit, blauw zou dan verbranding kunnen zijn. Dissimilatie. Deze energie die er weer uitkomt, die wordt gebruikt om een stofje, een nucleotide, adenosine difosfaat en inorganisch fosfaat, wij noemen dat als biologen PI. Bij scheikunde ken je dit als PO4-3-min, fosfaat, omgezet tot ATP, adenosine trifosfaat. T staat voor 3, D staat voor 2. Daar is energie bij nodig en dat is de energie die uit die dissimilatie komt. Waarom twee van dit soort stofjes aan elkaar knopen tot een trifosfaatmolecuul? Nou, dit is zeg maar de batterij waarop alles gebeurt in de cel. Die cel, alles wat in een cel energie kost, die energie moet geleverd worden door ATP. En het is een soort batterij in twee standen. Hij is vol of hij is leeg. En daartussen zit niets. Hier is die vol. En als die omgezet weer wordt in ADP plus P. Dan komt de energie weer vrij. En die energie kan bijvoorbeeld gebruikt worden om iets te vervoeren. Want dat kost energie. Of om voortgezette assimilatie te doen. Dus assimilatie die verder gaat dan alleen die suiker maken. Ja? Dus bijvoorbeeld om zetmeel te maken. Kost ook energie. Moet geleverd worden door ATP. Die ATP is de drijvende motor achter alle processen in een cel. Zonder ATP is er geen celleven mogelijk. Iedere cel die leeft, gebruikt ATP. En dat ATP wat jij in je cel hebt zitten, zou je dus prima in een cel van een regenworm kunnen stoppen. Die weet daar uitermate goed raad mee. Dat is namelijk precies hetzelfde stofje. Dus dit is, is een beetje de penlight van de cel. Penlight batterij van de cel. Dit moeten we dus in grote hoeveelheden maken. Nou, daar hebben we dat suiker voor nodig. En planten, die kunnen dat suiker met fotosynthese, kunnen ze dat zelf produceren. Wij daarentegen, als mensen, moeten die suiker opeten. En dat kan ook suiker, dat kan ook wat andere stoffen, dat kan ook een bruine boterham zijn. Uiteindelijk maken wij daar zelf, maken we er suiker van en we gaan het verbranden. En dan halen we dus energie uit om dingen in onze cellen te kunnen vervoeren. Dit is biologie op een heel klein niveau, heel laag organisatieniveau. En dit is het overzicht van celstofwisseling. Goed, we komen hier nog meer op terug. Onthoud die termen, assimilatie en dissimilatie. Succes!